s'avonds laat jagen door de prairie. Ik had gezeten op zijn trouwe paard. Met zijn breed geronde hoed en zijn sporen aan zijn voet is het leven van de buffel niets meer waard. Zijn revolver en zijn lasso netjes aan de rechterzij. Komt geen buffel uit de prairie, onze cowboy meer voorbij. Heeft de cowboy een buffel geschoten, dan maakt hij zijn kampvuur klaar. En nadat hij van het feestmaal heeft genoten, zingt hij bij zijn gitaar. Is dat vlees dan in stukken gesneden en geladen op zijn trouwe paard? Heer, dan knalt de cowboy met zijn lasso en rijdt huiswaarts in pijlsnelle vaart. Bij zijn range aangekomen, toont hij trots de anderen zijn vracht. En ze denken nog niet aan het land der dromen, er wordt gezongen tot heel diep nog in de nacht. Want de cowboy heeft een buffel geschoten, nu maken ze het kampvuur klaar. En nadat ze van het feestmaal hebben genoten, zingen ze bij hun gitaar. Hou je vast, cowboy. Lingeland tegenkomt, dat is Bob Vrieling. En altijd in gezelschap van zijn prikkebeen. In Texas woont een arme man, zijn naam is Dronken Joe. Die heeft op zolder neergezet een oude whiskykoe. Wanneer hij zin in een slokje heeft, wat zeker wel eens komt, sloopt hij het wenteltrappie op, wat je never zonder bom. Oh, 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 prik, prik, prik je benen, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, troelala, we gaan je achterna. Oh, 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 prik, prik, prik je benen, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, troelala, we gaan je achterna. Lekker! Was jammer voor de arme man, verboden bij de wet, dat hij zo'n lopend whiskyvat op zolder had gezet. De ambtenaren van de accijns kregen rucht ervan, verzegelden de uiers, arresteerden de arme man. Oh, 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 prik, prik, prik je benen, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, trulala, we gaan je achterna. Oh, 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 prik, prik, prik je benen, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, trulala, we gaan je achterna. Ja, mevrouw, het gebit maar in het tasje. Die niet gemolken werd, die voelde zich onwel. Sloop het wenteltrappie af en barstte uit haar vel. Jenever spatte in het rond met stralen langs de wand. De dood van het arme dier werd die betreurd door het ganse land. Nou u! Prik, prik, prik je benen, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, trulala, we gaan je achterna. Oh, 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 prik, prik, prik je been, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, trulala, we gaan je achterna. Gaat toch geweldig? Toen dat dier begraven werd, kwam ze onder het zand. Dronken Joe stond met verlof te huilen aan de kant. Maar toen hij naar beneden keek, stond hij werkelijk paf. Jeneverbessen groeiden tierig op dat dier haar graf. Oh, 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 prik, prik, prik je benen, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, trulala, we gaan je achterna. Oh, 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 prik, prik, prik je benen, waar ga jij vanavond heen?
Fantastisch, hè? En zo loopt de show maar door. Maar nu krijgen we uiteindelijk het hoogtepunt van het programma. De première van Bob Vrieling als goochelaar. Je begint al te lachen, hè? Dames en heren, we hebben er 2 jaar aan gewerkt. Ik heb Bob 2 jaar onder mijn handen gehad. Ik heb hem gekneed. Ik ben heel streng geweest. En vanavond brengt hij hier de première in de 14 Belgers. Première voor België. Want we zijn al een jaar op tournee geweest om te leren. Hij heeft opgetreden in Tokio, in New York, Las Vegas, in Berlijn, in Parijs, Sint-Jean, en Sint-Jean-Prins. Oudhausen, Schravenwijzel, Monnelingen. Al de moeite steden. Dat is hem ook al, ja? Al de grootste theaters van de wereld. Het is namelijk zo, hij is nerveus. Ik neem het aan voor zijn eigen publiek, hij is heel zenuwachtig. Maar dat is niet erg, wij gaan hem zo dadelijk ontvangen met een daverend applaus. Want hij werkt ook niet onder de naam Bob Vrieling, dat kan niet. Want iedere artiest die zichzelf respecteert, heeft een artiestennaam. Hè? En dat heeft hij ook als hoofdnaam. En doet het goed, applaus. Dan is ze maar kalm, verstaan. Dan is ze maar rustig. Want ik kan u verzekeren, het is niet gemakkelijk. We hebben over dag en nacht, 30 uur per dag geoefend, jongens. En dat moest erin. Ja. Dames en heren, ik heb het genoeg. U deze avond te mogen presenteren. Een van de beste goochelaars van de 14 Belgers. Wij gaan hem ontvangen met een daverend applaus, samen met zijn lieftallige assistenten. Hier komen ze voor u met uw applaus, Mr. Bonzo en Mrs. Kittekat. Ja. Stop! Wat stond er nou een oorzel te doen? Ik heb het zo niet geleerd. Dat is mijn truc. Maar Bob, luister meis. Ik heb de mensen opgewarmd. Ik heb de mensen de punch gegeven. Om te zeggen, kijk eens, daar komt de grote goochelaar. Die geven applaus, dat wil zeggen, ze groeten u, ze zeggen dag Bob in het binnenste zo, bedankt dat je er bent, een applaus. Gij komt op, ligt een boer, je bezit je nog niet, en je komt er ook met die ballen in de wand, zo. Ja, dat is onnozel. Ik heb het zo niet geleerd. Opnieuw, trap het af, door de kot. Allee, vooruit. Opnieuw, nee. De mensen hebben betonnen om het goed te zien. Kom, doe het goed. Kijk, ik ga het gaan vragen. Goed, ik heb het anders aangeleerd. Excuseert u, madame, want het is in de zenuwen verstaan, dat doe ik zo. Maar ik heb hem gezegd, je moet goeiedag aan de mensen zeggen. Gillen heeft applaus en hij groet niet terug. Zo gewoon, applaus geven ze zeggen, dag, goeiedag. Hij moet goeiedag terug zeggen, dat is alles. Allee, opnieuw applaus, kom op. Dames en heren, Mr. Bonzo! Heel de zaal moet gaan afkussen en smossen. Begroeten, begroeten. Begroeten, ik een artiest. Zo, ik kom op. Hai. Ja. Liggen smossen en kussen. Nog heel het keren genoeg, dat weet ik wel. Hé, Bonzo. En nu komt. Opnieuw. Mensen willen kwaliteit hebben. Maar ik kom op. Met die dikke nekken, hè? En hij gaat gebeten, hè? Maar ze moet het goed doen. Zo juist, hè? Ik heb betogen op de eerste rij, dus je moet dat goed hebben. Allee, come on, zand erover. Dames en heren,
Het grote genoegen om u aan te kondigen. Een van de grootste goochelaars. Een meter 92 groen. Ja. Van de Wittenberg is hier kant bij Mr. Bonzo. Trucs laten zien die u nog nooit hebt gezien. Iets geweldigs, dat weet ik van tevoren. Mijn eerste truc, dames en heren, dat spelen met de ballen heet. En ik begin met de grote bal die Kittekat daar heeft. Dat is namelijk een kristallen bal waarin ik de toekomst kan voorspellen. Eén moment. Dat is... Dat is toch geen kristallen bal? Dat is de kosten, jongen. Ga jij nou even verdwijnen, hè? Oké. Ik heb hier deze bal en die geef ik aan iemand in de zaal even ter bewaring. En daar neem ik die madame voor. Madame, vang hem even op. Alsjeblieft. Ja, goed zo. Prima. U bent nu mijn tweede assistente, hè? Zei de eerste. U bent de tweede. Wat is er nou weer hier verhaal? Die bal moet warm liggen. Warm, warm. Nou, maar dan druk hem tussen de twee andere ballen. Hè? Ja. Maar dan doen we een plezier en ga even staan, want de mensen willen weten wie mijn assistent is. Ja, prima. Kom eens even een beetje in het licht, alsjeblieft. Een beetje in het licht. Zo, dat ze u allemaal goed kunnen zien. Zo. Wat? Ja. Dan gaan ze nog staan achterin. Madame, kom even bij mij op toneel staan. Ja, prima, madame. Geef me die bal maar terug, die hebben we niet meer nodig, want ik heb u op toneel gelopt. We doen een truc met z'n tweeën, moet u luisteren. Ik heb hier één balletje van moes, hè? Van moes, en hier heb ik er vier. Vier van moes. Mag u kiezen waar we mee beginnen, met vier of met één? Met vier. Oké, willen jullie hem even in uw hand houden? Goed knijpen. Hand er bovenop en zo vasthouden. Dan doe ik u even voor wat u aanstonds moet doen. Niet eerder dan dat ik het zeg, hè. Kijk, dit balletje van moes, ik heb hier een lege hand, dames en heren. En dat balletje verdwijnt in deze lege hand. Dat kleine balletje. En dan zal ik u zien dat ik een wonder kan verrichten. Want dan doe ik het volgende als u. Dat doet u straks pas. Kijk, dan gaat uw hand zo. En dan wrijft u met deze hand daar overheen. En dan moet u zien wat er gebeurt. Dat kleine balletje is een enorme grote bal geworden. Ja. Madame, maar doet u straks hetzelfde. U doet die hand een beetje zo. Die doet u langzaam open. De andere hand wrijft u langzaam omhoog met die hand. En zie dat die vier ballen één enorme, vier grote ballen worden. Wrijf maar door. Wrijf me door. Ja, prima. Hand omhoog laten komen. Langzaam omhoog laten komen. Ja, madame. Prima, madame. Wrijf me door. Hoog, hoog, hoog. Ja. Miniatuurkanon. Ja.
Dat is een prototype van een Belg.
zitten. Dat je nu na 10 jaar nog steeds iedere dag gaat vissen? Nog elke dag. Elke dag van het jaar bent hij vissen. Ja. Lente, zomer, winter. Oh nee, ik loop hier in de avond. Eerst winter. Voilà. Elk jaar gedaan. Alle dagen van het jaar bent hij vissen. Hey. Hoppa. Er bestaat er nog wel iets anders dan vissen, hè? Belangen niet op. Niet. Je kunt eens een keer naar bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd gaan. Maar belang je niet, jongen? Dan kan ik je niet gewoon vissen. Ga dan eens een keer naar een motorrace. Dan kan ik je niet gewoon vissen, hè? Ga dan eens een keer met me mee naar Bredene Pallas naar de show. Oh, daar, oh. Ja, daar zou ik ook niet naartoe gaan, naar die twee. En dan die keeskop. Oh. Oh, nee. Loop dan eens achter de vrouwtjes aan. Maar belangrijk, jongen, kan ik hier niet gewoon vissen, hè? Maar vissen, hè? Ja, vissen. Is er dan nooit eens een dag dat je niet gaat vissen? Volgende week en vrijdag ga ik niet vissen. Nou, dat is een wonder. Volgende week vrijdag gaat hij niet vissen. Nee. Sinds de eerste keer in zijn leven, hè? Ja. En wat gaat er dan volgende week vrijdag gebeuren? Ah, wel, dan ga ik trouwen. Hè? Ja. Hier, Bibi, ik wil trouwen. Ga jij trouwen? Ja. Denk. Nou, dat moet een wondere vrouw zijn die jou een hele dag van vissen afhoudt. Een halve dag, hè? Een halve dag, hè? Dat vind ik ook wel wat. Ja. Dat moet een wonderbaarlijke vrouw zijn. Dat is zeker zoiets als Miss World, hè? Oh! Is ze niet mooi? Lelijk! Maar lelijk waar een mens dat is. Oh! Mooi jong, ze is nog lelijker dan de nacht. Oh! Maar er zijn er zoveel vrouwen op hier, waarom pak je de juiste leven? Ah, ik weet het. Ze is lelijk, er gebeurt wel meer mannen die met een lelijke vrouw trouwen. Maar dan zijn ze rijk. Die van jou is natuurlijk stinkend rijk, hè? Stinkend doos, maar rijk is ze niet zo lelijk. Nee. Ze is zelfs geen ogen om onder mijn naar hun huis te voeren. Nee. Ja, begrijp je dat nou? Ik begrijp er niks van. Ze is lelijk. Ja. Ze heeft geen geld. Ja. Wat heeft een vrouw er nog meer te bieden? Ah! Seks, hè? Ja, ze is natuurlijk goed. In bed, hè? Oh. Ze kent er geen botten van, hè? Niks! Boem! Boem! En het is gebeurd. Boem! Niks! Dan moet je me toch niet kwalijk nemen, hè? Dan begrijp ik jou helemaal niet meer, hè? Ten eerste, vind je een vrouw die jou een halve dag van vissen afhoudt? Yep. Yep. Daar ga je mee trouwen. Yep. Ze is lelijk. Yep. Ze is arm. Yep. Ze kan niks in bed. Yep. En die houdt jou een halve dag van vissen af. Yep. Waarom trouw je daar dan mee? Ze wormen.
zou het nou met Sinterklaas? Het is even dag geweest, hè? En dan zou ik toch nog zo gerne met Sinterklaas liet.